Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor donderdag 21 november 2024. We gaan weer kijken wat er tevoorschijn mag komen, wat de energie is voor aankomende donderdag. Neem alleen datgene mee wat je herkent, waar je iets aan hebt. Laat de rest los. Als het niet je reading is, ja, ik blijf het herhalen, dan laat het gewoon los en laat de boodschap voor iemand anders zijn. We beginnen met de kaarten van het zwaard van het licht van aartsengel Michael. En dit is de eerste kaart die er voor jullie tevoorschijn wou komen. En dit is kaart nummer 21. Ook die getallen kunnen belangrijk zijn. Dus nummer 21, vereenvoudigd nummer 3. Open up to your spiritual gifts. Dus open jezelf voor je spirituele gaves. Herinner jezelf dat je ware natuur spiritueel is, niet fysiek. De engels zenden jou boodschappen om jou te leiden in je zielsgroei en bescherming te bieden. Dus durf jezelf te openen voor je spirituele gaves. En open jezelf omdat er bepaalde boodschappen door kunnen komen, heb ik het gevoel. De engelen zenden jou boodschappen. En die helpen jou de juiste richting op te gaan. Je zielsgroei. Universum, wat mag er nog meer naar voren komen voor donderdag 21 november? En na de orakelkaarten doen we altijd de tarotreading. De tweede boodschap, nummer 31... Vereenvoudigd nummer 4, take control of your thoughts. Ja, dus zorg dat je de controle hebt over je gedachten. Want datgene waar je aan denkt, dat trek je wellicht ook aan. En door je gedachten kun je iets ook werkelijkheid maken. Je gedachten creëren jouw realiteit. Heb vertrouwen en blijf gefocust op de uitkomst die jij wil op datgene waar je naar verlangt. Dus focus je daarop. Focus je op die goede uitkomst. Focus je op je doel, wanneer je het al bereikt hebt. Ja, stel je voor dat je het al bereikt hebt. Of dat je datgene wat je graag wil manifesteren al hebt. En probeer je niet te denken over alles wat er mis kan gaan. Of negatieve gedachten, die trekken dat dan ook aan. Universum, wat mag er nog meer naar voren komen voor donderdag 21 november? Je gedachten creëren jouw realiteit. Dus weet waar je op focust. Wat mag er nog meer naar voren komen? Ja, verwelkom rijkdom, voorspoed in je leven. Welcome abundance into your life. En dit is kaart nummer 37, vereenvoudigd nummer 11. En nummer 2, nummer 11, is een meestergetal. Voorspoed is op weg naar jou. Heb vertrouwen dat de bron je zal helen en ook je financiële uitdagingen zal helen. Source will heal your financial challenges. Dus heb er vertrouwen in. Ja, specifieke boodschap voor degene die op dit moment luistert of kijkt en wellicht voor financiële uitdagingen staat of financiële problemen heeft. Universum, wat mag er nog meer naar voren komen voor donderdag 21 november? Voorspoed, rijkdom is onderweg naar jou. Heb er vertrouwen in dat die uitdagingen waar je wellicht op dit moment doorheen gaat, dat daar een einde aan komt. Ja, en herken die tekenen van boven. Recognize the signs from above, nummer 26, vereenvoudigd nummer 8. De engelen zenden jou boodschappen. Dus weer een kaart dat de engelen jou boodschappen sturen. Maar je bent te afgeleid om deze te herkennen, te zien. You're too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. Dus blijf alert en sta open voor die goddelijke leiding, goddelijke bescherming. Ja, open jezelf op. Open jezelf voor die spirituele gaves.
Onder op het dek hebben we de kaart It's Time to Play. En die kwam er ook uit tijdens het voorschudden. Je werkt te hard en je maakt je zorgen over alles. Zorg dat je leuke ervaringen opdoet. Dus leuke dingen gaan doen om balans in je leven te brengen. Iets wat je vreugde brengt. Ga dingen doen die je blij maken. It's time to play is de boodschap. En ik leg de kaarten even naast me neer. We gaan kijken wat er onder op het dek ligt. En ja, met die kaart net, je maakt je te veel zorgen over alles. En dat hebben we ook onder op het dek liggen met de zwaarde 9. Nou, dit is overanalyseren. Dit kan ook, ja, dit is zorgen maken zijn. En dat kan gegrond zijn, gegronde zorgen. Het kan logisch zijn dat je je over bepaalde dingen zorgen maakt. Afhankelijk van in welke situatie je zit. Maar het kan ook zo zijn dat je je overmatig veel zorgen maakt. En ja, met die kaart, de zwaarde 9, het verstand, het denken. Met de zwaarde, lucht, energie, in het hoofd zitten. Probeer je bewust te worden van waar je gedachten naar uitgaan. En probeer je dan te focussen op het positieve. Neem die controle over je gedachten terug. En met die zwaarde 9 kan het zijn dat je maar blijft overdenken, blijft piekeren, 's nachts wakker ligt. Universum, wat is de boodschap voor donderdag 21 november? Het kan ook zo zijn dat je je zorgen maakt over iemand in je omgeving, over een geliefde. Op onder op het dek ligt de kelke 2. Wat met relaties te maken kan hebben. Dus het kan ook zo zijn dat je je zorgen maakt over een ander universum. Wat mag er nog meer naar voren komen voor donderdag 21 november? Donderdag 21 november, universum. Ja, daar is die weer. Dat is de tweede kaart. Oh, we hebben al 3 kaarten, zie ik. We hebben de koning van kelken, schorpioen, kreeft, vissen energie. Dan als tweede kaart de kelken 2. Oh, dat is eigenlijk de derde, want de magier, wauw, ligt onder die koning van bekers, tweeling energie met de magier. En de magier is een kaart van manifesteren, creëren. Take control of your thoughts. En dat is de magier. Op traditionele kaart zie je 1 staaf wijst naar de hemel en zijn hand wijst naar beneden, naar de aarde. Dus datgene wat de magier denkt, in zijn hoofd voor zich ziet, dat maakt deze magier werkelijkheid. En dat is dus echt die boodschap van, zorg dat je die controle hebt, weet waar je op focust en focus je op het positieve, op een positieve uitkomst, zodat je dit ook aantrekt. De kelken 2 komt weer naar voren en onder op het dek hebben we een ridder van kelken, schorpioen, kreeft, vissen energie. We gaan de kaarten verklaren en zoals ik al zei, onder op het tweede dek ligt hier ook de kelken 2. En we gaan die kaart dadelijk verklaren. Waarom ligt hier de ridder van bekers als algemene energie? De ridder van bekers kan met verliefdheid te maken hebben. Het kan te maken hebben met balans binnen een relatie, een connectie. Maar het is ook iemand die zich open en kwetsbaar durft op te stellen, zijn hart volgt. En voor sommigen van jullie heeft het te maken met een onverwachte verliefdheid, flirterige energie met die ridder van bekers. Dus je kunt te maken hebben met een schorpioenkreeft vissen. Of je kunt een schorpioenkreeft vissen tegenkomen. Ja, iemand die heel open, liefdevol is, flirterig. Ja, de juiste woorden weten zeggen met die ridder van kelken. Waarom ligt hier de ridder van kelken? Waarom ligt hier de ridder van kelken? Dit kan dus ook je eigen energie zijn als het gaat om actie ondernemen op datgene, ja, wat je echt vanuit je hart doet, wat je een goed gevoel geeft. We hebben de zwaarde 4. Het kan een kaart zijn van iemand die teruggetrokken is. Dit kan ook te maken hebben met gezondheid. Met healing. Die zwaarde 4 is rust vinden. Zeker met die zwaarde 9 wat we hier hebben liggen. Uitgeput zijn mentaal. En dit kan een boodschap zijn van het universum. Dat het inderdaad tijd is om even rust te nemen. En ook echt op tijd pauze te nemen. Voldoende nachtrust. Heel erg belangrijk. Waarom ligt hier die ridder van bekers?
Waarom is hier de ridder van bekers? Waarom ligt hier de ridder van bekers? En die ridders zijn in beweging. Waarom ligt hier de ridder van bekers? De kelken 6, het kan te maken hebben met... Ja, een connectie uit je verleden of iemand met wie je samen bent opgegroeid. Iemand met wie je hele mooie herinneringen hebt. Dit kan staan voor personen of situaties uit het verleden die nu terug gaan komen. Dus het kan aankomende donderdag zijn, voor sommigen wat eerder, wat later. Het kan iemand zijn die je heel lang niet hebt gesproken. Waarom ligt hier die koning van bekers? Waarom ligt hier de koning van bekers? Waarom ligt hier de koning van bekers? Dus we hebben heel veel emotie op het dek met al die... kelken, maar ook luchtenergie, dus ook heel veel denken. En je denken beïnvloedt natuurlijk ook je emoties. Waarom ligt hier die koning van bekers? En de koning van bekers, de koning van kelken, is iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. En voor die koning van bekers hebben we hier de zonkaart. Ja, een hele jeugdige energie. Waarom ligt hier de koning van bekers? Dit is ook een kaart van expressie. Jezelf uiten, jezelf durven zijn. Dit kan ook een kaart zijn van spirituele ontwaking. Waarom ligt hier die koning van bekers? Het kan zijn dat sommigen van jullie over een bepaalde persoon dromen hebben. En dat je deze persoon donderdag tegen het lijf gaat lopen. Waarom ligt hier die koning van bekers? Waarom ligt hier die koning van bekers? De koning van bekers. De kelken 8. Met de zonkaart. De mooiste kaart uit het deck. De kelken 8. Dit is iemand die wegloopt van... een ongezonde situatie of een situatie die hem of haar niet blij maakt, niet gelukkig maakt. Ook iemand die het gevoel kan hebben van, ja, ik ben dit ontgroeid en er is meer, er is beter voor me. Ik zag net de kelken 9, die volgt op die kelken 8. En dat is een kaart van wensvervulling. Ja, je hoop, je dromen achterna gaan. En dat is ook iets wat de ridder van kelken doet. Voordat je daarop... je droom achterna gaat, is het belangrijk om eerst rust te nemen. En ook om iets goed te overdenken met die zwaarde 4. Het kan voor sommigen van jullie te maken hebben met een plek waar je geboren bent of opgegroeid bent. En waar je aan terugdenkt. Of je maakt je zorgen over iemand. Maar ik heb wel het gevoel dat datgene waar je zorgen over maakt, kan ook ermee te maken hebben dat er nog niet die echt duidelijkheid is ergens over met de zonkaart. De zon schijnt een licht op dingen. Dus ik heb wel het gevoel dat er duidelijkheid gaat komen. Iets wat ook weer emotioneel, waardoor je emotioneel je emoties weer wat onder controle zult hebben. Want die koning van kelken die zit heel zen. Terwijl het water heel wild is, is deze persoon ziet er heel rustig uit. Je kunt aan zijn uiterlijk, aan zijn uitdrukking verder niet zien dat hij of zij zich zorgen maakt. En het is een koning, mannelijke energie, maar we hebben allemaal mannelijk en vrouwelijk. Dus dit is niet specifiek. Het hoeft niet te gaan om een man of een vrouw.
Waarom ligt hier de magier? Waarom ligt hier de magier? Het oordeel. Dus dit is terugkijken op het verleden. Ook vergeving voor een ander. Vergeving voor jezelf. Dit heeft te maken met de start van iets nieuws. Een wederopstanding. Een nieuw start. Een nieuw begin. Iets nieuws wat gecreëerd wordt door jezelf met de magier. Waarom ligt hier de magier? Dit is ook die helderheid krijgen. Het inzicht krijgen. Plotselinge inzicht. Het aha-moment. Dit is wat ik ga doen. Dit is de beslissing die ik ga nemen. Of dit is wat er nodig is in deze situatie. Waarom ligt hier de magier? Er kan ook een soort van idee komen met die zonkaart. Want dit is ook een kaart van creatieve ideeën, inspiratie, motivatie, positiviteit. Dus in plaats van heel negatief te denken, heb ik ook het gevoel dat er iets positiefs gaat komen. Over datgene waarover je in je hoofd zit, waarover je je zorgen maakt. En dan gaat een beslissing genomen worden. En bij dat besluit, dat is een heel moeilijk besluit. Het heeft te maken met een relatie of met je geluk. Met je levensgeluk. Maar met die kelken twee keer, we gaan het dadelijk zien, heb ik het gevoel dat het met een relatie te maken kan hebben. En het kan heel moeilijk zijn omdat je een sterke emotionele band hebt met deze persoon. Er zijn heel veel herinneringen met die kelken zes. Het kan heel moeilijk zijn om dit los te laten. Maar het brengt stress, onzekerheid, zorgen, heel veel zorgen. Slapeloze nachten. En wellicht ook mentaal uitgeput zijn. Of inderdaad gewoon te weinig slaap hebben. Waardoor je overdag niet meer voor de volle 100% kunt functioneren. Omdat je hartstikke doodmoe of leeggezogen bent. Voor sommigen van jullie ook. We hebben hier de zwaarde 2. Ja, en dit kan te maken hebben met een keuze. Zeker naast het oordeel. Iemand probeert een keuze te maken, maar weet het niet. Kijk, deze persoon heeft een blinddoek op. Je bent misschien aan het kiezen tussen twee mogelijkheden en het overdenken. Wat is de beste mogelijkheid? Maar deze persoon ziet niet dat er achter haar een eiland ligt. En als het eb is, kan ze over de zee als het ware naar dat eiland wandelen. Maar op dit moment ziet ze die mogelijkheid niet. Dus dat kan ook zo zijn dat je nog niet alle alternatieve mogelijkheden hebt kunnen zien. En ik zie met die zon dat je eindelijk die zorgen los kan laten. Omdat er donderdag of eerder, later, dat aha-moment gaat komen. Dus datgene wat je niet gezien hebt. Waardoor je praktische keuzes kan maken. Of er is een persoon, een aardeteken, stier, maagd, steenbok. Die jou op de een of andere manier adviseert. Dit is iemand die alles mooier kan maken. Iemand die heel praktisch is. Dus ook met praktische oplossingen komt. Volwassen keuzes maakt. Je kunt zelf een aardeteken zijn. En het kan ook zo zijn dat je een soort van advies krijgt van die koning van kelken. Die is dan cruciaal in datgene. Want we hebben twee keer die waterenergie. De koning en de ridder. Iemand die je ergens bewust van maakt. Waardoor je misschien ook weer je focus terugkrijgt. Op datgene wat je wil manifesteren. En hoe ga ik het doen? Want die magier, tweelingenergie, is iemand die heel intelligent is. Iemand die alles in huis heeft. Om datgene te creëren wat hij wil. Te manifesteren. Maar ik zie dat er nu, je op de een of andere manier het nog niet ziet met die zwaarde 2. Waarom ligt hier de kelken 2? Die kelken 2, en die hebben we dus twee keer als algemene energie en als derde kaart. Universum. Waarom ligt hier die kelken 2? Het kan ook zo zijn dat je je voor bepaalde dingen de waarheid niet hebt willen zien. Omdat het zo moeilijk is of omdat het betrekking heeft op iemand waarmee er heel veel herinneringen zijn.
of een situatie die al heel lang duurt. Waarom ligt hier de kelken 2? Iets is misschien emotioneel heel zwaar te dragen, waardoor je eigenlijk als het ware af wil sluiten en je wil alles via het hoofd beredeneren en niet voelen. Waarom ligt hier de kelken 2? Waarom ligt hier de kelken 2? Waarom ligt hier de kelken 2? Ja, kijk, en dan hebben we de zegenwagen. Dat is iemand die moedig is. Iemand die daadkracht straalt hiervan uit. Iemand die echt de stappen zet die nodig zijn. Vooruit gaan. Een pad volgen wat bij me past. Of ja, volle kracht. Vol vooruit op weg naar mijn doel. Dat doel wat ik voor mezelf gesteld heb. Maar dan hebben we weer die zwaarde 9 er langs liggen. Dus dat zorgen maken. Dus je hebt nog niet het vertrouwen of de duidelijkheid die ervoor zorgt dat je iets achterlaat, maar ook echt dat pad volgt wat je vanuit je hart gaat volgen. Als het met het spirituele te maken heeft, kan het ook zo zijn dat het je bang maakt of je bent bang wat andere mensen ervan vinden. Dus je sluit je daar als het ware voor af. Omdat je je misschien zorgen maakt wat je omgeving daarvan vindt. Waarom ligt hier... Kijk, ja, er is onzekerheid, angst, emoties die weggestopt worden met de maan. De dingen zijn niet wat ze lijken. Het is misschien iets... een heel nieuw pad, een hele grote verandering. Iets wat je nog niet eerder ervaren hebt. Of ja, een stap die je nooit eerder gezet hebt. Dus het is allemaal akelig, alles is nieuw. En dat brengt onrust met die maanenergie. Of je weet nog niet wat de uitkomst zal zijn op het moment dat je de stappen gaat zetten. Maar ik zie dat die helderheid er gaat komen. Er gaat iets komen wat je inderdaad een soort van berusting of je zorgen wat wegneemt. Waarom ligt hier die zwaarde 9? Waarom ligt hier de zwaarde 9? Waarom ligt hier de zwaarde 9? Waar gaan die zorgen over? Waar gaat het over analyseren over? Over de gehangenen? Je probeert een bepaald inzicht te krijgen, een oplossing te vinden. Waarom ligt hier de zwaarde 9? Het kan zijn dat je bij het besluit, of datgene waar je over na aan het denken bent, te veel rekening houdt met anderen. Want die gehangene is ook een kaart van jezelf opofferen. Vissenenergie. En met die zegenwagen hebben we kreeft. Waardoor je eigenlijk blijft hangen letterlijk. Waardoor je niet vooruit gaat. Terwijl er meer voor je is en je hebt ook het gevoel van ik moet nu stappen zetten of het is nu tijd voor verandering of er is meer, er is beter, er zijn situaties waar ik mezelf kan ontwikkelen, waarin ik kan groeien. Waarom ligt hier de zwaarde 9, universum? Waarom ligt hier de zwaarde 9? De wereldkaart, ja. Dat afsluiten van het hoofdstuk. En voor sommigen van jullie kan het afsluiten van een hoofdstuk in het algemeen zijn. Een periode afsluiten, een relatie beëindigen. Een werksituatie. Op een goede manier. Dat kan ook hetgeen zijn wat er voor zorgen, piekeren zorgt. Je wil iets op een goede manier afsluiten. Want de wereldkaart is een kaart van voltooiing. Iets wordt op een mooie, goede manier voltooid. Zodat er een nieuw
hoofdstuk kan beginnen. Maar ik heb het gevoel dat het hoofdstuk van zorgen maken, in het hoofd zitten, dit is iets wat je achter je gaat laten. Je gaat anders naar de situatie kijken en dit kan dus komen doordat je een soort van bewustwording krijgt of iemand maakt je ergens van bewust. Kijk, die tekenen, die boodschappen van de engelen, kunnen ook komen door een bepaalde persoon. Iemand die je iets zegt, een advies geeft, noem maar op, met een boodschap. Die eigenlijk vanuit de engelen naar jou gestuurd wordt, waardoor je denkt, aha, ja, dit is het. Dit is het wat ik moet doen. En daar kun je dan actie op ondernemen met die kelken 8. En ik heb ook het gevoel van een soort van bevrijding. Iets zorgt ervoor dat je weer je emotioneel in balans voelt. Weer de controle hebt over je emoties. Want met de zegenwagen, dit is een overwinning behalen, de zegen halen, maar ook echt heel zelfverzekerd zijn. En met die zwaarde 9 is er onzekerheid, zorgen, piekeren, komt het wel goed? Dus je komt echt in die energie van de zegenwagen en er gaat beweging plaatsvinden. En voor sommigen betekent die beweging ook letterlijk dat je in de auto zult springen om ergens naartoe te gaan of een bepaalde actie te ondernemen. Je kunt daar nu nog over aan twijfelen zijn. Of terug te gaan naar een plek waar je herinneringen aan hebt of naar een persoon. Ja, de geliefde. Dus het heeft wel echt te maken met iemand die dicht bij je staat ook, heb ik het gevoel. En jij kunt ook degene zijn die een ander de boodschap van de engelen eigenlijk overbrengt naar een ander. Kijk, we hebben de geliefde. En die geliefde kaart heeft ook te maken met keuzes. Dus je bent echt aan het overdenken met die zwaarde 9, met de zwaarde 2. Het is tijd dat een bepaalde periode afgerond wordt. Ja, je wil ergens aan werken, ergens tijd, aandacht aan besteden, ergens op focussen wat ook verbetering brengt en wat ook voldoening brengt. Ja, en dan tot op heden ben je heel erg terughoudend geweest hierin. Maar je bent misschien ook bang dat je niet die kracht hebt om die stap te zetten. Maar ik zie krachtkaart hieronder op het dek, de krachtkaart, leeuwe energie. Dus je hebt de kracht die nodig is. Je hebt die persoonlijke, diepe kracht die nodig is om iets een succes te maken of om die eerste stap te zetten. Dus dit is jullie boodschap voor donderdag. En ik wens jullie een hele mooie dag toe en tot de volgende keer. Dag!